Emergency exit. Ik ga hierin, man. Oh nee. Wat is dit? Wat is dit, bro? Yo, ik ben Tim Tygran. En ik ben Devin. We zijn in Jump XL en we gaan hier verstoppertje spelen. Dit is Hide and Seekers. Voor diegenen die Hide and Seekers nog niet kennen, leg ik even snel de regels uit. Zometeen gaan Devin en ik om de beurt verstoppen en zoeken. Wie de snelste tijd heeft, heeft gewonnen. En wie niet de snelste tijd heeft, gaat een vervelende straf doen. Bij de vorige Hide and Seekers hadden we geen straf. Bij deze hebben we een hele leuke straf. Die leggen we zo meteen nog uit. En we zijn natuurlijk niet alleen. We zijn met Aimee en Ergin van de Achterklap. Om te bepalen wie er als eerst gaat beginnen met zoeken, doen we steepjes schaar. Eén regel, je mag over heel het park verstoppen, maar niet in de blokkenbak, want ja, je kan helemaal onder die blokkenbak en dan vind je iemand nooit. Het is al moeilijk zat, omdat het ook helemaal donker is daarachter. Steen, pier, schaar! Oh! Oké, nu moet ik tactisch kiezen. Volgens mij maakt het geen reet uit. Klopt. Ja, ik wil als eerst zoeken. Ja? Ja. Oké, ja, dan heb je dat ook maar weer gehad, weet je. Inderdaad. En dan weet je ook al alle plekken, omdat je al een beetje rond bent gaan kijken. Ik heb er nog geen idee waar ik ga verstoppen. Dat is waar. Wij gaan in ieder geval voor Aimee en Ergin, die gaan zich ook verstoppen. Ja, maar die kennen dit hele park dus al, want die werken hier. Oeh, die gaan de beste plekken hebben. Ja. We gaan het zien. Bro, succes. Komt goed. Yes. Hey. Let's go. Go. Jullie hebben 5 minuten om je te verstoppen en daarna heb ik 15 minuten om jullie allemaal te kunnen vinden. Yes. Ready? Ja, man. 3, 2, 1, go! Go! Daar gaan we, daar gaan we! Lekker, boys! Ja. Oké, ga dan, zijn niet in de praten, man. Je mag over heel het park verstoppen, maar niet in de blokkenbak. Gast, ik moet nog een plek gaan vinden. Ik ga in meerdere kanten zoeken, man. Zoek je plek. Oh, Aimee gaat hierboven gewoon. Dat is één lijfplek. Weet je of je het ziet? Emergency exit. Ik ga hierin, man. Wat? Ja, ik zie jou net niet zo, man. Licht niet sterk genoeg. Maar ik moet snel een plek gaan vinden, bro. Ja, toch? Ja, man. Yo. Oh nee. Wat is dit? Wat is dit, bro? Oh nee. Het brandalarm gaat af. En ik ben pas 1 minuut aan het wachten. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er, bro? Er zit daar dus een brandalarm, maar dat wist ik niet. Oh, die heb je aangeraakt! Nee! Fix het! Abort mission! Abort mission! Aimee! Wow! Wordt het geregeld? Alright, we hebben ons net even helemaal kapot gerend om alle nooduitgangen dicht te doen. Maar wat er gebeurde is, Aimee die klom. Ja, ik was ook echt bij Aimee. Je zag het ook nog op de GoPro. Hij klom omhoog en ik ging door een emergency exit. Gewoon dat netje, maar dat hoeft niks te betekenen. Dat valt mee, maar als jij door de sensor komt van de rookmelder, dan gaat heel het alarm af. En dan gaan alle nooduitgangen open. Ja. Ja, daarom ging het rolluik dus open. Ja, omdat als er brand is, moet je vluchten. Nou, mijn timer loopt nog. Hij staat nu bijna op 5 minuten. Dus dan hadden jullie nu verstopt moeten zitten. Ja, want hij is nu op 5 minuten. Oké, maar ja, dan gaan we wel opnieuw. Ja, we gaan opnieuw. 3, 2, 1, go! Poging nummer 2. Nu moet het wel lukken. Jongens, laat geen brandalarm afgaan. Oh, moeten we wel of niet? Ja, moeten we wel. Ja! Ja, ga! Ik dacht dat je nog niet begonnen was. Ga! Rennen! Kom! Rennen! Ik weet man. Weet ik waar je daarheen gaat? Ja, ga. Hij weet jouw plek toch nog niet? Nee, klopt. Let's go dan. Hij zijn niet in de bak, dus ik ga zeg maar hier in de hoek. Bro, ik moet zelf ook nog verstoppen. Oké, ik ga hier. Juist, in de oekoe, in de oekoe. Aimee! Oké, Aimee is volgens mij ergens achter. Achter de sok? Ga je hier achter? Kijk. Oké, ga dan. En dan kan je daarachter toch? Ga je daar? Ja, maar ik weet niet. Ga snel dan, want ik heb nog zelf 3 minuten om dan te verstoppen. Hoe kom ik hier? Dit zijn allemaal sokken, bro. Ga hier bro, ga hier tussen. Schrijf deze weg. Schrijf hem weg. Kom op, man. Ik heb nog 3 minuten. Kom er al bij. Snel, nee. Ik ga een andere plek zoeken. Hey, boy, later, bro. Kijk deze. Ik balanceer momenteel op één stang hieronder. Het halve park is donker, maar gelukkig heb ik Oeh, hij is een beetje fel. Zometeen een lampje mee, zodat ik zelf nog wel wat kan zien. Maar wat nog belangrijker is, is dat je het op de camera kan zien. Want anders dan loop je het donker in, zie je niks. En dat zou een beetje zonde zijn van de film. Ik heb een hekel aan wachten, dus ik wil echt graag gaan zoeken. Ik ben tot nu toe niet zo goed geweest in de hide and seekers. Maar jongens, 5 minuten zijn voorbij. Hij staat aan. Ik heb 15 minuten. Ik ga zoeken. Oké, we gaan ervoor. Oh. Ik ga die kant eerst. Hierachter. Ik bedenk me ineens dat het echt heel erg moeilijk gaat worden. Je kan hier namelijk overal achter. Ai, 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 ai. Ik ga denk ik eerst maar een rondje om het park doen. En elke keer als ik met die lamp in mijn gezicht schijn, zie ik niks. We kunnen hier gewoon in zitten, maar jongens, ik heb geen idee waar de f*** deze dudes zijn. Ik loop nu onder het park, maar ik heb geen idee hoe lang ik al bezig ben. Haha, geen idee wie het is, volgens mij is het de Ergin. Ergin! Oh, nee. Oh, lekker! Ik dacht dat je omliep. Ziek bro. Oké. Ik ga snel verder. Ik hoor jullie wel, maar ik zie jullie niet. Dit is echt ziek vermoeiend jongens. Helemaal buiten adem. Ik heb zo'n idee dat ze ergens boven zitten ofzo. Waar de f*** kan iemand hier zijn? Nog 5 minuten. What the fuck is het, Devin? Hurray, je hebt nog 5 minuten. Let's go bro. Nog 5? Ja, kijk maar. Nee, dat is nog 6. Nog 6? Ja, nog 6. Let's go, let's go, let's go. Ik ga hier onder brood, sorry. Ja? Ja. Moet ik mee? Kijk even. Ja! Yes! Ja! Ik heb hier onderdoor gelopen. Ja, heb je zeker. Gast, die keek je me recht aan. Ja, aan het einde was ik wel echt... Ja, ik moest wel hier zitten. Ik wist dat je hier zat, want ik stond daar, Juist. Oké, maar ik ga snel kijken of ik nog snel. Oké, nog 4 minuten. Wacht, ik heb een hint voor je. Je ziet hem niet. Ja, aan het einde was ik ook wel heel veel aan het praten natuurlijk. Maar ik vond het gewoon te mooi dat hij gewoon eigenlijk recht voor me stond. En me niet kon zien door de trampoline, zeg maar. Dus ik ben blij met mijn verstopplek. En misschien had ik het toch wel langer uit kunnen houden als ik minder had gepraat. Bro, ik ga gewoon prima, man. Voorzichtig, hè? Sowieso. Alright. Nee, 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 niet doen, niet doen. Die stellingen kunnen niet verplaatst worden. Nee, 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 niet doen, niet doen. Die stellingen kunnen niet verplaatst worden. En? Nee. Niks. Nee. Kak. Dat lijkt me niet zo slim, bro. Brandalarm. Ja, zit hij hier? Ik zie hier geen sensor. Tim, je bent zo hoog, bro. Zit ik al op 15 minuten? We hebben nog 3,5. En? Tim, zie je hem? Ja! Ik heb nog een spot! Ja, ik zie het! Aimee, let's go! Oh shit! Hij zit gewoon in het doos! Ik heb gewoon... Broer, hij zat gewoon! Ik heb iedereen kunnen vinden! En je hebt nog 3 minuten over, hè? Oké, je hebt nog dik 3 minuten over! Dat is best lang nog, hoor! Ja, man! Oké, we hebben het lekker gedaan, man! Het is aan jou de beurt! Nu moet ik echt hard mijn best gaan doen. Mag ik eerst uit hier? Ja, kom jij er even uit. Nee, blijf jullie mij helpen met dat ding, zeg maar. Wegwezen. Kom maar. Ja, en nu moet ik echt hard mijn best gaan doen, want die straf is niet leuk. Die gaat pijn doen ook. Die straf gaat pijn doen. Dus blijf sowieso kijken, doe een duimpje omhoog op deze video. Dan ga ik nu lekker zoeken. En hopelijk ga ik het nog winnen. Want ik wil echt niet die straf. Nu is het aan mij de beurt om te gaan zoeken. Boys, jullie hebben 5 minuten om te verstoppen. Oké, 3, 2, 1, start! Go, 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 go. Oké, niet kijken. Devin, niet kijken. Gewoon naar voren. Ik kijk niet. Ik kijk naar voren. Ik kijk naar die camera. Zijn ze aan het rennen? Waar gaan ze heen? Nee, nee, nee. Oh ja, ik zie waar naartoe kijken. Rennen! Nee, niet deze vies, deze. Oké, luister. Moet ik ingaan met je voeten? Nee, nee, je moet zo naar de zak ook heen. Nee, die zak moet blijven. Nee, kijk. Heus past je in, je past daar niet in. Nee, dat gaat niet passen. Jawel. Heus past niet! Past hij? Nee joh! Ja. Maar ik bedoel, hij gaat ook echt dicht, hè? Heb geen claustrofobie? Niet dicht, niet. Ja, zo is goed, zo is goed. Ja, maar het valt op! Zo is goed. Lukt het, Ergin? Ja, niet dicht. Hij zit niet dicht! Klopt. Ja, nog 3 minuten. Oké, dat red ik ook. Oh. Kijk, hier kan ik achter. Ja, goeie. Oké, ik ga snel verder, ja? Oh. Later. Ja, dus. Oké, ik moet snel verder gaan. Oh, ik zie echt niks. Ik neem deze plaat mee en ik ga onder deze trap. Devin gaat nu beginnen met zoeken. Het is 5 minuten voorbij. Ik heb nu 15 minuten de tijd, laat mij een lamp meenemen, om hun te gaan zoeken. Ik ben echt tijd aan het verdoen hier. Eigenlijk moet ik gewoon gaan rennen, maar nee, natuurlijk niet. Het is maar langzaam. Het is gewoon wow. Even uitvinden ook hoe ik alles ga regelen. 1 hand de camera, andere hand een lamp. Oké, ja, waar ga ik naartoe? Ik kan het beste maar gewoon gaan rennen. Dat ik gewoon echt een heel rondje door het park maak. Dan heb ik enig idee. Dit ziet eruit alsof het niet zo hoort. Dus misschien zit er iemand achter. Nee, of hier achter. Dat kan ook nog. Ook niet. Damn. Oké, ik hoorde iets. Wauw! Lekker, Ergin! Nee, kut! Nee, je verraadt jezelf voor, hè? Je verraadt jezelf voor. Ik hoor een geluid. Oh. En deze belg zit erin. Hé, dit is echt een lijpe verstopplek. Ja, dat moet je nageven. Ik was er langs gelopen als ik het niet hoorde. Ik ben 2 keer zo groot als dit ding. Ik had zoveel pijn aan mijn been. Hij is leeg. Oh. Ik heb hem leeg gemaakt, maar ik had zoveel pijn aan mijn been. Lekker. Oh. Gast, ik wilde net het parkje op gaan lopen en ik hoor je ineens klik. I know! Hé, maar ik ga snel verder, man. Ik heb niet alle tijd van de wereld. Voor eerst ga ik hier even goed rondscannen of hier niemand is. En dan ga ik hier achter kijken. Want daar zijn toch wel echt de beste verstopplekken, denk ik. Ergin pakt even de camera. Dat scheelt wel echt een hoop. Heb je dat net ook met hem gedaan? Ja, zal ik die lamp ook pakken? Dat is wel eerlijk. Nee, die lamp die hou ik eventjes om goed te kunnen kijken waar iedereen is. Mee. Ja. Maar fijn als je de camera even hebt, man. Ja, ja. En? Nee, niks? Nee. Alright, go, go, go. Dat is echt een goede plek trouwens als je hier tussen zou liggen. Ik hoop het echt niet. Ik hoor alleen geen fluitjes. Nee, maar ik denk dat die eerste 5 minuten er nog niet op zitten. Nou, we zitten op 4 minuten. Weet je wat het is? Ik probeer gewoon een beetje te letten op dingen die soort van niet echt normaal staan. Volgens mij hoor ik een fluitje. Ja, ik hoor een fluitje. Oh. Het is allemaal aan de andere kant. Andere kant. Alles is aan de andere kant. Of misschien onder wel. Eén diep door. Wie dat ook is, daar hoor je helemaal niks door die airbag die daar draait. Dus we gaan achter de andere kant, want daar hoorde ik geluid vandaan komen. Hopelijk gaan ze zo weer fluiten. Ja, 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 Devin, re. Hij heeft sowieso mijn hint wel gehoord, denk ik. Go, 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 go. Geen tijd te verliezen. Ik ben hier al geweest. Oh nee, ik ben hier nog helemaal niet geweest. Weet je wat is met die gasten? Je moet ook boven kijken, weet je. Oh, yo, dat was een goeie geweest. Dat was echt een goeie geweest, trouwens. Niks. Ik hoorde weer een fluitje. Hier. Niks. Ik hoef niet meer te kijken. Ze zitten bij elkaar? Ja, ze zitten bij elkaar. Achter. Okay. Dit is hier achter. Heb je daar al gekeken, Devin? Misschien zitten ze toch wel. Ja, ik heb hier al gekeken, maar misschien zitten ze toch. Toch echt tussen die zakken. En? Zie je iets? Ik heb hem al gezien. Maar ik mag niks zeggen. En Devin? Zie je iets? Ik zie niks, man. Wat loop jij te lachen? Jij weet waar ze zitten. Ja, maar ik mag niks zeggen. Ik heb hem al gezien. Ik ben hier al geweest. Waar is deze guy? Hij is hier. Ik kan hem toch niet vinden? Ja, het slaat nergens op, hoor. Sowieso gaat hij helemaal stuk nu. Omdat de donders goed weet dat hij... Ik snap echt niet dat je hem niet hebt gezien. Hoe heb ik hem niet gezien? Hij zit niet hier. Hij zit in ieder geval niet op de hele tijd de plek die hij zoekt. En? Gast, nee! Gast, nee! Hoor je hem niet? Ja, dat is... Aimee en dat is Tim. Oké, let op. Ja. Let op, ja? Ja, ja, ja. Hoe lang heb je zo? Je hebt nu 5 minuten. 5 minuten, ja. Oké. Hier zo zit Tim ergens. Daarachter is Aimee. Jij hebt Tim gezien. Ik heb Tim gezien. Hij zit hier. En je snapt niet dat ik hem nog niet heb gezien. Wat ga je doen? Oh, je gaat erin. Ik ga erin, Jim. Ik ga erin. Alright, neem me mee. Ik ga erin. Neem me mee. Ja! 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 Nee! Yes! Hij heeft me! Lauwe! Dit is één lauwe plek! Ik zag dit hier! Ik zag dit! Ik zag dit zwart zijn en ik dacht, hier moet hij zitten, man! Lauw! Nee, ik moet echt verder, man! Box, ik ga echt snel verder, want... Of kan je die camera lopen? Oh, zo, ik heb te lang gelegen, gast! Ja, zo, ik had ook die stang hier, jongen! Oh, ik heb gewoon pijn in mijn benen! Ja, waar was Aimee dan? Aimee! Aimee heeft een hele zieke... Koude hart. Hey, snap niet. Ik weet waar Aimee zit. Ja, maar jij stond hier. Devin, ga verder zoeken. Fluitje. Fluit maar, Aimee. Fluit. Hij heeft gefloten. Ik heb hem gehoord. Fluit nog een keer. Bro, ik heb nog maar een paar minuten. Oh jongens. Ja, maar je moet hem vinden. Oh, geef mij de hij zit daar niet, broer. Ja, maar fluit nog een keer dan. Aimee is er fucking goed. Oh joh, dit is echt zo ziek. Ja. Waar staat het op? Ik zweer het je! Hoe dan? Shit! Aimee! Laat je horen, bro! Kom maar, kom maar. Parkour it is. Dat had ik eerder moeten doen. Dit is echt zo teringziek. Echt, hij zit hier achter me. Ja man, hij ligt hier! Ah! Hij ligt hier achter! Ah! Goed dan! Ah! Ik laat het zo, joh. Kijk, bro. Kijk dit. Bro, kijk dit. Hoe kom je erbij dan? Kijk deze creep die ik gemaakt heb. ik heb hier één, bro. Ik laat jullie zien. Kom, kom, kom. Ik laat jullie de koffiehoek zien. Ik laat jullie elke plek zien. Oh, daar heb je de koffiehoek. En dan gaan we even naar de andere kant. Dan moet je wel een stukje door de kelder heen. Maar hieronder zat mijn hoofd dus. Wow. Hieronder zat mijn hoofd. Nou ja. Ik had 13 minuten. Maar jij, nee, je had 12 minuten, bro. Want je had 3 minuten over. En ik had nog maar 2 minuten over. Nou, ik heb hem gestopt toen Aimee gevonden was. 14 minuten, dus je had 1 minuut over. Ik heb 2 minuten langer moeten zoeken, man. Nou, dan gaan we voor die 2 minuten langer. Oh ja, de 2 minuten langer. Ja. Ik zei al, de straf gaat pijn doen. Ik had er al geen zin in. Kijk dan, ik lag hieronder gewoon, hè. Dat is ook echt zo obvious. Je kan het gewoon zien als je hier langs loopt. Ja, maar ik dacht al, want ik, die plank dacht ik van ja. Dan gaat hij al weten dat hier iemand zit. Echt? Bro, jij had Ergin gevonden, toen tiefde die plank af. Oh, lauw! Dus je hoorde echt zo... Je hoorde hem, je hoorde niet eens mij. Ik lag daar zo... Ik hoorde niet eens jou, ik hoorde Tim. Ja, je hoorde Tim. Ik dacht, fuck, ik zou heel stil die plank terugleggen. Daarom heb ik Ergin gevonden, hè, omdat jouw plankje viel. Echt? Ja. Sorry, Ergin. Ik wilde net het park op en ik hoorde zo tuk-tuk. Dus even voor de duidelijkheid, wij gaan nu het licht van het park aanzetten. En ja, een gepaste Jump XL straf wordt hierbij. Ik heb nog geen straf gedaan, dus misschien Dus misschien moet ik het ook maar gewoon doen. Kom nog wel, man. Volgende keer dan... Ik vind het niet erg. Er zijn dus 2 minuten verschil en per minuut kwam er dus een straf. En dat is 5 flips achter elkaar op de trampoline, dat je een beetje duizelig bent. Vervolgens moet ik over deze trampolines naar de muur zien te rennen. Maar in die run mogen deze 2 boys mij helemaal neerslaan. Maar echt. Met deze dingen. 1, 2, 3, 4, 5. En run! Ik kwam recht op mijn hoofd, ik hoorde heel mijn nek kraken. Ik dacht echt, ik ben er weer bovenop. Dit was echt een hele dikke heidenseekers. Laat even een duimpje omhoog achter, een leuke reactie hieronder. En check ook even allebei deze boys, ze staan in de omschrijving. En abonneer op dit kanaal. Abonneer op dit kanaal en dan zien jullie de volgende keer sowieso weer. Later! Hij heeft de nooduitgang opengedaan, wat een idioot! Wat? Wie? Nog in principe 3 minuten. De roldeur staat open. De roldeur, achter! Yo, 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 Tim loopt mee. Ja, laten we eerst even dit fixen. De roldeur, ja maar bro! We zijn eens met de roldeur. Nee, als brandalarm afgaat, gaat alles open, bro. Ja.